De snelle fietsers schieten de laatste jaren over straat. Vooral de grote bezorgdiensten nemen in rap tempo toe. En dat betekent dat ook de fietsen van die bedrijven ergens een plekje moeten krijgen. En dat terwijl onze stad al zo vol staat met talloze fietsen. Een voorbeeld is het nieuwe Gorilla's in de oude Ebbingenstraat, die boodschappen bezorgen via online bestelling. Daar staan de fietsen op de stoep, in de openbare ruimte. En de buurt is er niet blij mee, zegt wethouder Roeland van der Schaaf. We horen inderdaad klachten van ondernemers dat zich slecht tot elkaar verhoudt. Maar wat ik ook gewoon zelf zie is dat, dat gewoon de hele stoep wordt bezet met, 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 met bedrijfsmiddelen. Ja, dat kan eigenlijk niet de bedoeling zijn. En wat we natuurlijk eigenlijk zien is dat we even op zoek zijn van ja, hebben we een manier om dat te voorkomen. Vooropgesteld, het bedrijf doet niets wat niet mag. Het is aan de gemeente om zich aan te passen aan vernieuwende bedrijven, ziet ook wethouder Paul de Rook. Wat wij eigenlijk zien is dat, je de, dat soort, dit soort nieuwe concepten, die we eigenlijk een paar jaar geleden nog helemaal niet kenden op deze manier, uh, ja, dat ons beleid er eigenlijk helemaal niet goed op is ingericht. Hè. Dus ze gaan ergens zitten. Nou, ze worden eigenlijk dan behandeld als ze zich vestigen als gewoon een normale detailhandelzaak of een, of een supermarkt. Ja, maar door die grote bezorgcomponent met de fietsen voor de deur en snel uh, van A naar B moeten komen, ja, gedraagt zich natuurlijk heel anders. En is de impact op de omgeving ook anders. Dus wij willen hè, dus dit soort functies, ja, daar is uh, kennelijk een behoefte aan. Maar wij willen dan wel dat ze op een goede plek. Uh, Komen, dat ze zich ook goed verhouden tot wat voor aanbod, wat voor winkels daar bijvoorbeeld in de omgeving van zijn. Die openbare ruimte is van ons allemaal. En natuurlijk, er worden fietsen ingestald, geparkeerd, er worden auto's in geparkeerd. Maar wat volgens mij niet de bedoeling kan zijn, is dat zeker als je er zelf niet, niet bent, dat je dan allerlei bedrijfsmiddelen, vervoermiddelen gewoon op de, op de stoep neerzet. Dat kan niet. Van der Schaaf gaat kijken of er wat aan gedaan kan worden. Nou, we gaan even kijken wat we daar überhaupt aan kunnen doen. Dat is altijd lastig, hè? omdat... Uh, uh, ik moet even kijken naar regelgeving. Maar we zijn er zeker aan het onderzoeken, want uh, dit kan niet de bedoeling zijn.